Ik vind hier overal nog flyers van rommelmarkten. Door gisteren, door de rommelmarkt, de grote rommelmarkt van de Fun Days waar ik heb gestaan. Maar vandaag is het even geen rommelmarkt. Want vandaag gaan we naar een boekendorp. Lilo's Boekendorp. Ik ben heel benieuwd, want dat is ook weer een nieuwe. Ook nog nooit niet gedaan. Maar dit zijn dus enkel boeken. Ik mag geen kaarsen meenemen. Morgan Blade mag ook geen display posters meenemen van Magical Treasures. Nee, het zijn enkel boeken. Boeken, boeken, boeken. En voor een lezer is dat eigenlijk een droom die uitkomt. Nu moet ik wel eerlijk toegeven dat ik heel, heel benieuwd ben. Want dat betekent wel dat je een evenement hebt waar er een overaanbod is aan boeken. Dus dat betekent ook dat ik extra hard mijn best ga moeten doen om daar bovenuit te steken, om mijn boek in de schijnwerper te brengen. Want ja, uiteindelijk wil elke auteur dat daar staat dat doen. Het gekke is dat we vandaag niet onder een tent staan. Nee, want tenten zijn niet toegelaten op het boekendorp. Parasols wel. Dus ik heb een parasol mee. Het is een hele oude. Eentje die wij thuis niet meer gebruiken. Ik had die gisteren open gedaan voor eens te testen. En de spinnen kropen er zo uit. Gelukkig is alles uitgeschud. Zit hier bij mij in de auto. En ben ik helemaal klaar om mijn stempel te drukken op Lilo's Boekendorp.
Het gekke van al is, in Lillo wonen maar 30 mensen. Dus in heel Lillo wonen maar 30 mensen. En er is geen winkel. Er zijn alleen 2 cafés waar mensen iets kunnen gaan drinken. En that's it. Dat is zo gek. Zeker ook omdat het een heel stukje groen is. Vlak aan de haven van Antwerpen. Dus je hebt aan de ene kant een enorme reality check. Want je zit in de industrie. Dan rij je een zijstraat in. Groen. Zoveel groen. En een meer wilde ganzen. Dat is echt ongelooflijk wat voor een verschil dat is. Wat ook leuk was, waren de mensen. Want die zijn super sociaal. En heel vriendelijk. Ik heb heel veel geprabbeld. En ik heb natuurlijk ook boeken verkocht. En iedereen bij ons op het schrijverscollectief heeft boeken verkocht. En dat is altijd fijn. Dat je niet naar huis gaat met een rot gevoel omdat één iemand niets heeft verkocht en iemand anders bijvoorbeeld superveel. En ik heb ook zelf een boek gekocht van Dimitri Balkan. Here Be Dragons. En wat is er zo speciaal aan dit boek? The Sprayed Edges. I mean, look at those. Kijk. Hoe mooi is dat? Tof, hè? Ja. Waarom laat ik die zien? Wel, omdat Dimitri, dat is mijn bruggetje voor het evenement waar ik volgende week naartoe ga. Want volgende week zaterdag vertrek ik relatief vroeg richting de Belgische kust. Want samen met Dimitri neem ik deel aan een avondmarkt. Dus uitgeverij Readmore featuring auteur Matthias Maho. En ik neem ook mijn zoontje mee, want die gaat daar overnachten bij mijn ouders. Dus voor hem is het dubbel speciaal, want hij gaat en met papa naar de zee en dan blijft hij bij omi en opi slapen. Superleuk. Maar ik ga nu verder naar huis rijden. Ik ga bekomen, want het was een super druk weekend met gisteren in Aarschotten Fun Days en dan vandaag het Lillo Boekendorpje. En dan zie ik jullie graag terug volgende week bij de avondmarkt aan de zee. Tot volgende week. Doei!